Aan de onderkant gebruiken we de dry-aged biet. Dus de bieten die afgehangen zijn, gedroogd zijn. Door de bietjes heen hebben we wat verse gember gemaakt. Samen met wat pepertjes, heel fijn gesneden appel, noten en zaden. We hebben van de afsnijdsels van de dry-aged biet een crème van biet gemaakt. We maken van de umabushi, de gezouten gefermenteerde pruimen, maken we een gel. We doen er watermeloen bij. Watermeloen die ingelegd is. We gebruiken daar de topettenbloemetjes bij. We gebruiken er natuurlijk de nieuwe mustard crash bij, de Kiona crash. En een heel klein beetje ponzu samen met een hele mooie sesamolie. We gebruiken er wat zure klaver bij. Heel fris gerechtje. Veel mooie zuren, vegetarisch. Waar echt een allemans pleziertje aan kan beleven.